I'm done. Hallo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video en vandaag ga ik Prestige 2 doen. Je ziet het alvast, ik ben al Prestige 2, ik had het al gedaan. Dus ja, je ziet het gewoon hier, de Prestige 2. Ik heb 1 dag en 6 uur playing date. En ja, het is niet echt zoveel. Ja, misschien is het echt wel veel, maar mensen hebben er meer. Hoogste is een Rootless en een Fury Kill. En vind je het ook leuk, doe zeker een duimpje omhoog. En de opbouw van deze video is echt heel prachtig, want ik leg eerst uit en dan ga ik om het duimpje vragen. Waarom niet, joh? Dus, wat wij ook hebben gekregen is een permanent unlock. En nu moet ik even kijken hoe dat weer werkt. Zo. En daarmee kunnen we iets unlocken. Dus, wat zou ik unlocken? Even kijken. Beter iets naar het einde toe. We kunnen wel... Ah, de Swordfish vind ik niet zo fijn spelen. Scorestruc vind ik een beetje jammer om eraan te besteden. Maddox hebben we. Zouden we gewoon de Vapor doen? Oké, ik doe de Vapor gewoon. Waarom niet, joh? Hier. Hoppa. We hebben de Vapor geunlocked. We moeten wel level 5 zijn om een klas aan te maken. Dus we gaan 1 potje TDM spelen. Dus ik zie jullie in een TDM potje. Ze zijn in een TDM potje aangekomen. Ik heb de Cordite in mijn handen. En het is op de map Slums. En Slums is mijn lievelingsmapje tot nu toe. Misschien wordt Nuketown mijn lievelingsmap. Maar ik weet niet wanneer die game... Of die map, bedoel ik. In de game zal komen. Oh, die aim. Die aim was echt heel... Echt heel slecht. Is eentje dood. Eentje is doorgerend via hier. Oké, teammate pakt hem wel. Dan denk ik dat... Spannend gaat flippen. Teammate, ik heb hem volgehit. Ik zou het echt fijn vinden. Of je hem zou killen. Nee, maar dat doet hij niet. Kut zo. Kut teammate. Het is echt... Iedere keer als ik prestige, gebruik ik de Cordite. En als ik hem unlock, gebruik ik hem nooit. Dus ja, eigenlijk gebruik ik de Cordite never... Oh, echt. Hoe kon ik die kill krijgen? Hoe kon ik die double kill krijgen? Ik was gestunt. What are you doing, bro? What are you doing? We zetten hier even een spawn beacon neer. Hoppa. Oh, kut. Oh, die moest 16 aankomen. Ow. Zo. Oh nee, light machine guns. Light machine gun power. Kijk, de power beacon is online. Is er één dood? Oh, ik heb geen secondary aan. Kut. Ze staan hier, waar sta je? Serieus, dat ze allemaal dood zijn? You kidding me? Dan moeten de spawns flippen. Teammate in je back. Heb je hem, teammate? Nice. Er zit er nog één, hoor. Ah, hij wist het. Hij zat gewoon mensen op te wachten. Ik sta 11 om 5. Op zich is het een prachtige score al. Maar we kunnen meer. We kunnen meer kills droppen. Ah, die Rico. Die Rico, bro. Is hij dood, teammate? Oké, is dood blijkbaar. Ja, er zijn een paar enemies uitgegaan, dat dacht ik dus al. Er is eentje dat dood is. De tweede is zo, komt er een aan onze rug. Even reloaden voor zekerheid. Komt hij dan? Hoppa, dood. Zo. Even slim uitspelen, hoor. Even spawn beacon neerzetten, komen ze allemaal. Hier komt er gewoon niemand.
Was dat... Oké, er stond er wel iemand. Ik wist dat ze daar moesten spawnen, maar dat duurde gewoon even lang. Ah, kut. Oh, in mijn rug. Nice. Justice comes. Serieus dat er nu echt niemand hier gaat komen? Oh, ze zijn aan de andere kant gespawnd. Lekker teammateje. Smoke checked. Oké, jou heb ik al. Jou heb ik ook. Ah, kut. Ja, die moest ik ook zien. Ik zie ze steeds niet aankomen. Ik zie ze op de map staan, maar ik kan niet beseffen van... Ja, je moet gaan omdraaien. Ik weet niet. Komt die vent? Komt er op midden. Oh, lekker teammate. Of het is een sniper, snipernest. Dat schiet. Ik dacht, het is een teammate die schiet met zijn sniper, maar nee, het is een snipernest. Wel GG dat hij het gehaald heeft. Nou, 3 kills moeten gemaakt worden, 21-8. Kan er daar nog een killetje bij? Inderdaad, er kan nog een kill bij. 22-8 staan we. En iedereen was ook rage quit. En de 2,75 KD. Ik vind het prachtig. Heel prachtig. Dus, ik ben Precision 2. We gaan keihard knallen. Op het moment dat deze video online staat, is WXP ook gewoon online. En morgen is er ook bij aan een livestream. Dus check het zeker uit. Iedereen, heb je genoten, doe zeker een duimpje omhoog. En ik zie jullie de volgende keer ook weer terug, mensen. Bye bye.